In Leiden nemen de protesten ook toe. De nachtclubs die protesteerden afgelopen weekend ook weer. U hebt eerder ook daar ingegrepen bij die protesten. Voor aankomend weekend staat een heropening gepland van de nachtclubs in Leiden. Hoe kijkt u naar die actie? Heropening kan alleen maar als de landelijke regels dat mogelijk maken. Er zijn best discussies over landelijk, dat weet ik. Ook contact met het kabinet over. Maar wanneer dat niet gebeurt, ja, dan zullen we ook moeten handhaven. Ja, voor zaterdag staat die heropening gepland. U heeft ook gesprekken gehad met die clubs. Wat heeft u tegen ze gezegd? Ik heb ook gezegd dat wat niet mag, mag niet. En mag niet, ook niet als je het zomaar doet. Nee, en wat betekent dat dan in de praktijk? Want zij hebben ook al gezegd, ja, het mag niet, dat weten. Ja, nou, dat moeten we zien, welke maatregelen we precies opleggen. Maar ik verwacht dat dat dan wel een dwangsom wordt. Ja, u hebt bij de Gebroeders de Nobel ook eerder bij de vorige protesten een last om de dwangsom opgelegd. Eigenlijk een waarschuwing met een financieel prijskaartje. Wordt die dan verbeurd als zaterdag zij opengaan? Dat zou heel goed kunnen, maar het zou ook kunnen zijn dat je daarbovenop nog een preventieve dwangsom van een hoger omvang neerlegt. Mm-hmm. De dwangsom die u de vorige keer heeft opgelegd was om te voorkomen dat op dat moment de overtreding nog verder zou gaan. Heeft u ook een verder strekkende gevolg voor de komend weekend? Hoe lang duurt zo'n dwangsom? Ja, die is in ieder geval een herhaling zou tot verbeuring leiden. Ja. En dat betekent dus als zaterdag de Gebroeders de Nobel open gaat dat er €4.900 betaald zou moeten worden? Dan verbeuren ze inderdaad de dwangsom. En of we daarnaast nog iets gaan doen, dat moeten we de komende tijd nog bekijken. Maar we zijn landelijk ook in gesprek met het kabinet hierover. Maar belangrijk is dat natuurlijk mensen niet zomaar eigen regels gaan stellen. Dat gaat gewoon niet. Nee, u moet echt optreden als handhaver. Vindt u dat ook lastig? Dat is hartstikke lastig, want ik heb heel erg te doen met de mensen die in deze situatie zitten. Ik snap heel goed dat wij zeggen van ja, we hebben hier prachtige panden en daar kunnen we de hele tijd niks mee. Ik snap heel goed dat mensen die bandjes hebben en dergelijke al heel lang eigenlijk een beetje zitten duimen te draaien en weinig kunnen, terwijl ze dat heel graag willen. En ik snap heel goed dat jongeren snakken naar weer een goed feest en naar leuke optredens. Dat begrijp ik heel erg, want iedereen is het alleen maar achter de pc zitten meer dan zat. Dat geldt ook voor mij. Ja. En het gevolg van een actie van aankomend weekend zou dan zijn dat zo'n club die het op dit moment lastig heeft, als Gebroeders de Nobel, dan die €5.000 of die €4.900 moet betalen voor een club die het al in zwaar weer zit. Heeft u de mogelijkheid om dat niet te doen? Of zou u dat toch op een geitenpaadje willen zoeken om dat achterwege te laten? Ja, ik bedoel, men kiest er zelf voor. Hè? Dus als je ergens voor kiest, dan moet je ook de consequenties aanvaarden, vind ik. Dus dat is vrij simpel. Als men zou gaan protesteren of iets anders zou gaan doen, een openbaar manifestatie gaan organiseren zoals afgelopen zaterdag, dat is prima te doen. Daar willen we ook goed bij helpen dat dat binnen de kaders kan. Maar door gewoon te zeggen, ja, wij trekken ons niks van de regels aan, ja, dat is je eigen risico natuurlijk wat je dan neemt. U bepaalt wel welke maatregel daar, natuurlijk binnen de grenzen van het recht dat u heeft, maar u bepaalt wel welke maatregel u oplegt aan deze klus. U zou ook mild kunnen zijn. Dat is waar, maar tegelijkertijd staat, het is wel willens en wetens wat gebeurt. En iemand die willens en wetens een regel overtreedt, die neemt ook willens en wetens het risico. En dat vind ik echt wel een groot verschil. Ja. U hebt zich ook wel eens laten zien als een burgemeester die zijn nek uitsteekt. Een bekend voorbeeld is toen Benno L. ergens een plek moest krijgen in Nederland. Dat was natuurlijk binnen alle regels. U hebt vaker wel uw nek uitstoken, vluchtelingen, welkom. Zou u nu ook niet uw nek moeten uitsteken en zeggen, ja, ik merk gewoon in mijn stad dat het niet meer haalbaar is? Ja, maar dat doen we dan in de discussie landelijk. Dus dat is ook goed, daar hebben we het gesprek voor met het kabinet. Dat staat nog los van de vraag of je wanneer regels gelden, of je die gewoon maar aan je laars lapt, ja of nee. Dat gaat echt niet. Dus ik snap het pleidooi heel goed. En zodra dat mogelijk is, ik denk ook dat we die kant op moeten. Dat we dan meer ruimte moeten gaan creëren voor allerlei initiatieven die al zo lang hebben stilgelegen. Maar daar zijn nog wel een paar elementen die je in dat kader naar voren kunt schuiven. Dus dat is ook goed om dat dan in totaliteit te bezien. Ja. Maar daarvoor geldt nog weer datgene wat we straks hebben gehad. Kun je nu alles vrijgeven of kan dat niet? Vindt u te vroeg? En welke maatregelen moet je dan daar tegenover zetten? En hoe moet je dat dan organiseren? Ja, dat zijn dan de vragen die je op landelijk niveau moet doen. Die kun je echt niet
zomaar even bij één actie hier gaan beoordelen. Nee, want voor de goede orde, daar gaan we nu niet op in, maar u heeft ook een brief gekregen bijvoorbeeld van de studenten, van mogen eigenlijk onze verenigingsgebouwen weer open, want ook onze studenten hebben het zo zwaar. Dus daar doet u ook denk ik onder meer op. Exact, het zit veel breder. Overigens mogen studentenverenigingen natuurlijk nu weer tot 10 uur open, ja, s'avonds, dus dat gebeurt er, maar niet s'avonds laat. En daar geldt eigenlijk precies hetzelfde voor, dus ik kan daar wat dat betreft nog wel veel meer voorbeelden geven. Ook een gewoon café dat om 10 uur dicht moet. Ja, normaal zijn de uren daarna ook de uren waarin goed verdiend wordt. En zo kan ik denk ik nog wel even doorgaan. Ja. Je kunt gewoon niet alles in één keer doen. En dat is het probleem waar we mee zitten. En je kunt eigen richting kun je eigenlijk niet toestaan. Nu staat u achter de keuzes die er gemaakt zijn landelijk die u bespreekt in het veiligheidsbeleid. De volgorde staat u nu wel achter. Ja, we hebben de vorige keer heel nadrukkelijk met het kabinet gezegd van joh, geef nou ruimte aan die horeca. Ja. Geef ruimte aan evenementen. Geef ruimte aan sport. Vinden we heel belangrijk dat dat gebeurd is. Daar heeft het kabinet gehoor aan gegeven. Heeft daarin ook een zeker risico genomen. We wisten nog niet hoe het ging. Belangrijk om dat te constateren. En wij hebben ook tegen hen gezegd, dan zullen wij ook in de komende tijd ook serieus die handhaving te hand blijven nemen. Want dat is belangrijk om dit overeind te houden, dit pakket. Ja. Nou, en daar gaat het eigenlijk om. Dus ik hoor het geluid heel goed. Maar men moet zich realiseren dat wanneer je zelf de regels overtreedt, ja, dan loop je ook risico's. En dat risico moet je dan ook aanvaarden.